Dan ga ik natuurlijk de jury aan u voorstellen, want dames en heren, die bestaat uit 30 personen. 6 blokjes van 5 mensen, hele belangrijke mensen, en die wil ik graag nu aan u voorstellen. Om te beginnen hebben we de publieksjury en daarin is de voorzitter Christine Fink. Daarnaast zit John van het Hoen, werkzaam in een kwekerij. Daarnaast zit Henny Berghoef, een huisvrouw. Dus een Henny als huisman en een Henny als huisvrouw vanavond, zie je dat? Dan krijgen we Rob Beukers, een skileraar. En als laatste Marielle Buskermolen, die scholier is. Ja. Vervolgens gaan we naar de tweede groep, de tv-regisseurs. En daar zien we als eerste de voorzitter, Guus Verstraeten junior. Regisseur van onder andere Wedden Dat, Moordspel en de André van Duin shows. Daarnaast Bob Royens, bekend van onder andere de Sterrenshow. Specials met Lisbeth List en Ramse Shaffi. Vele shows in Duitsland gemaakt en straks te zien bij de KRO met de Boven Mijn Pet Show met Ted de Braak. Dan krijgen we Mieke Benda, regisseur van het vroeger zeer populaire programma Stuivers in de hoofdrol en tegenwoordig regisseert zij Televisie Magazine. Bert van der Veer, regisseur van Losvast TV en Tieneke. En tenslotte de laatste vertegenwoordiger van de tv-regisseurs, Egbert van Heest, bekend van onder andere Sesamstraat en de TV-show. Van de tv-regisseurs gaan we naar de discjockeys, waar we op de eerste plaats de tweede vrouwelijke voorzitter zien zitten. Anne van Egmond, bekend van het veelbeluisterde radioprogramma Het Egmond Complex. Als tweede DJ Tom Mulder, op de radio bekend om zijn presentatie om 50 pop of een envelop. En tegenwoordig ook op tv te zien met het programma Ministars. Daarnaast Peter van Brugge, die met zijn Morrison elke zondag bij de KRO te beluisteren is met het Weeshuis van de Hits. Dan weer een vrouwelijke DJ, Meta de Vries, bekend van haar muziek met Meta. En als vijfde en laatste DJ, Jaap de Groot van Popshop, Radio en TV. Als vierde groep hebben wij journalisten uitgenodigd. Met als voorzitter natuurlijk Jacques D'Ancona van het Nieuwsblad van het Noorden. En vanavond houdt hij zijn mond, dus er kan niks gebeuren. Naast Jacques Gerard Groen, medewerker van de KRO-studio Gids. Dan krijgen we Tieneke Verhoeven, zij is hoofdredactrice van Popfoto Muziek Express. Als vierde journalist Gerard Trentelman, werkzaam bij het weekblad Panorama. En tenslotte Hans Visser, journalist bij het Noord-Hollands Dagblad. Naast de journalisten hebben de platenproducers plaatsgenomen. Op de plaats van de voorzitter zit daar Hans van Eyck, schrijver van de tune, de Soundmix Show en de hit Later als je groot bent. Daarnaast Ferry Bolland, die samen met zijn broer Rob onder andere de platen van de populaire zanger Falco produceert. Dan krijgen we John van Katwijk, bedenker van de Star Sisters formule, tegenwoordig Vissel Sissel en veel andere artiesten onder zijn hoede. Als vierde platenproducer Martin Duijzer, die de platen van onder andere Anita Meijer en Litouwers produceert. En dan krijgen we als laatste Erik van Tijn, die samen met Jochem Fluitsma onder andere Mai Tai en ook vele andere artiesten produceert. De zesde en laatste jurygroep bestaat uit theaterbureaus, daar gaan we. Als voorzitter zit daar Pim Terlinde van Interlinde Management. Daarnaast zien we Wim Zwaan, hij doet vele festiviteitenproducties. En onder andere manager van Carrie Tefse. Dan krijgen we Jan Baars, organisator van evenementen. Daarnaast zien we Martin Hansson, organisator van festiviteiten en theatertournees. En als derde en laatste jurylid van vanavond hebben we uitgenodigd Jan van Inge, ook organisator van festiviteiten. U ziet, helaas ontbreekt Kees van Koten, want die had zijn contract niet teruggestuurd.